Manouk en dit is Claudia en wij staan hier in het prachtige Euromastpark. En we staan hier in een hele grote cirkel. Misschien ben je zelf al in een park geweest en dan zie je dat overal cirkels zijn. Dus je zou deze in een park kunnen doen, maar ook gewoon in je eigen woonkamer. Ja. Oké, eerste wat we doen, we gaan met onze armen even kijken hoe ver we kunnen reiken. Alsof er een cirkel overal om ons heen is. Verschillende richtingen. Kijk hoe lang je jezelf kunt maken. En rijk, rijk, rijk. Zullen we een ander lichaamsdeel doen? Ja! Yeah. Met mijn voeten. Voeten? Oké. Okay. Overal heen. Je kan kijken waar je naartoe reikt. Of juist de andere kant op kijken. En misschien een andere lichaamsdeel in. Klopt. Je mag natuurlijk nog andere lichaamsdelen oefenen. En we gaan nu naar het tweede deel van de opdracht. Buik. Met mijn buik ga ik uit de cirkel. En wat lichaam zeg? Een buik terug in de cirkel. Ook buik terug? Ja. En buik terug. Oké. Okay. Heb jij een lichaamsdeel voor mij? Hand. Oké. Okay. En hand. Oké, okay, dit gaan we een aantal keer doen. Je mag zelf afwisselen met lichaamsdelen. Right? You can change. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je wel.